Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland, maar er is ook nog ruimte voor opklaringen tussendoor. De zon zal dus ook vanochtend nog wel af en toe schijnen. Hoewel in het noorden van het land de wolken wel wat meer de overhand hebben. Vanmiddag trekken de wolken langzaam naar het zuiden. Hebben we een gemengd beeld met later in de middag weer wat meer opklaringen. De zon krijgt dan geleidelijk aan weer meer ruimte. Het wordt 9 tot 12 graden, dat is vrij fris. En de wind, stevig doorwaaiend vanuit het noorden, maakt het voor het gevoel eigenlijk alleen nog maar kouder. Vanavond daalt de temperatuur snel naar 4 tot 7 graden. Het klaart van het noordwesten uit helemaal op en de wind gaat langzaamaan wat liggen, draaiend naar een noordoostelijke richting. In de nacht kan het lokaal zelfs een graadje vriezen. Morgen worden het 13 tot 15 graden. Er is veel ruimte voor de zon, het blijft droog en er staat slechts een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Het weer is wat wisselvallig, want donderdag gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Eerst is er nog wat zon. Later neemt de bewolking toe- en in de avond gaat er wat regen vallen. Vrijdag valt er ook wat regen, later een paar buien, maar dan begint de zon ook alweer door te breken. Zaterdag is het weer zonnig, dan 17 graden, maar de temperatuur dipt behoorlijk op vrijdag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.